Hoi, mijn naam is Iman van Nautekeer en vandaag laat ik jullie zien hoe je zelf het patroon kan vervangen van dit Besto ComfortFit reddingsvest. Het grote voordeel van het dragen van een vest als deze is dat u niet beperkt bent in uw bewegingsvrijheid. Wanneer u te water raakt, zal het vest zichzelf opblazen door het mechanisme met zoutcapsule in het vest. Daarnaast is dit ook te activeren door te trekken aan dit koord. Dan ga ik u nu laten zien hoe je het vest weer gereed maakt voor gebruik. We beginnen uiteraard met het leeg te laten lopen van het vest. Dit doe je door de dop van de blaastuit te halen en die andersom in de blaastuit te drukken. Met een andere hand kun je het vest leegduwen. Wanneer het vest is afgegaan door middel van de smeltcapsule, zult u zien dat de indicator op rood staat. Schroef de doorzichtige huls van het mechanisme af, zodat je de smeltcapsule kan vervangen. Wij adviseren sterk bij recreatief gebruik om het vest om de 2 jaar te laten keuren. Dit gaat in vanaf de aankoopdatum. De geprinte productiedatum op de smeltpil is hierbij niet leidend. Door de groefjes in de capsule kan de capsule maar op 1 manier geplaatst worden in het mechanisme. Schroef vervolgens de doorzichtige huls weer terug op het mechanisme. U zult zien dat de indicator nu ook weer groen is. Zorg ervoor, wanneer u de doorzichtige huls terugplaatst, dat deze helemaal vochtvrij is. Anders kan het zijn dat de smeltcapsule al aangetast wordt door het vocht. Wanneer het vest is opgeblazen door middel van het trekkoord, is het belangrijk ook de borgpen te vervangen. Dit is het groene lipje aan het mechanisme. Wanneer deze onderdelen weer goed bevestigd zijn op het mechanisme, kunt u nu de oude patroon eraf draaien. Het gevaar schuilt er namelijk in dat de lege cilinder erop blijft zitten of er per ongeluk weer opgeschroefd wordt. Schroef vervolgens het nieuwe patroon terug in het mechanisme. Nu het mechanisme weer op scherp staat, kan het vest weer opgevouwen worden in de kraag. Allereerst vouwt u de onderste flap naar binnen toe. Dit is van essentieel belang, zodat de smeltpil vrij komt te liggen van het vest. Als laatste stopt u de trekkoord door de onderkant van het vest en schuift u het mechanisme met smeltpil die vrij ligt van het vest naar binnen. Doe voordat u het vest gaat dragen altijd een pre-wet check. Controleer hierbij de staat van het vest. Wanneer alle stappen goed doorlopen zijn, is het vest weer klaar voor gebruik. Vond u dit nou een handige video? Abonneer dan op ons kanaal. Hier posten wij wekelijks nieuwe video's met tips, tricks en uitleg. En dan zie ik u graag volgende week weer bij een nieuwe video.